Dames en heren, goedenavond en hartelijk welkom namens de Jonge Academie bij deze avond rondom het thema fouten. Mijn naam is Bettina Reitz-Joosse en naast mij staat mijn collega Fleur Zeldenrust. En zij zal u straks door de avond leiden. Dit evenement vanavond vormt onderdeel van een reeks. En die reeks heet InterScience. Op InterScience-avonden staat altijd één onderwerp centraal. En daarvoor kiezen we altijd een onderwerp dat je vanuit heel verschillende invalshoeken kunt benaderen. Dat je, waarvan je de essentie moeilijk op één manier kunt beschrijven. Om het beter te begrijpen heb je dus benaderingen vanuit verschillende hoeken nodig. Dus dat is de interdisciplinaire benadering waar een InterScience-avond om draait. Zo'n onderwerp is dus fouten. En het feit dat we vanavond veel bezoekers in de zaal hebben en ook nog veel bezoekers die online meeluisteren, dat laat ook al zien dat dat een onderwerp is dat ons bezighoudt. Want iedereen maakt wel eens een fout. Soms maken we hele kleine foutjes. Je verspreekt je. Je vergeet brood mee te nemen uit de supermarkt. Soms maken we grotere fouten met potentieel ook grotere gevolgen. Je rijdt te hard langs een basisschool omdat je een verkeersbord over het hoofd hebt gezien. Ook wetenschappers zijn mensen en dus maken ook zij, of eigenlijk wij, fouten. Ik heb het nu niet over bewuste fraude of manipulatie. Zoals wij allemaal weten komt dat helaas ook voor in de wetenschap. Gelukkig niet heel vaak. Maar vaker komt het voor dat wetenschappers gewoon niet over het hoofd zien. Dat ze iets verkeerd berekenen, dat ze iets verkeerd meten, dat er een denkfout in de opzet van een experiment of een onderzoek zit. En niemand maakt graag fouten, maar wetenschappers vinden het vaak extra vervelend als het toch gebeurt. We willen toch betrouwbare conclusies leveren. Rondom fouten in de wetenschap is daarom een levendige discussie op gang gekomen. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Hoe kunnen we ze voorkomen? Wat doen we als er toch één gebeurd is? En dat is een discussie waar wij als de Jonge Academie en ook de KNAW zich natuurlijk graag in mengen. Maar vanavond doen we iets anders. Namelijk niet specifiek kijken naar fouten in de wetenschap, maar naar het concept fout in het algemeen. Want wat is een fout eigenlijk? Waarom maken we fouten? Is dat altijd iets slechts? Kunnen we dat voorkomen? Willen we dat? Willen we dat altijd? Nou, dat zijn moeilijke vragen en we gaan ze helaas niet oplossen vanavond. Maar we kunnen er wel over nadenken. En wel vanuit vier verschillende invalshoeken: de hersenwetenschappen, de filosofie, de kunst en de kunstmatige intelligentie. En daarom beginnen wij deze avond dus over de hersenen. Dat ben ik, Fleur Zeldenrust. En de eerste spreker wordt Ellen de Bruin. Ik wacht heel even op de volgende slide. Nee. Nou, oh, jawel, yes, daar is die. Ellen is hoogleraar cognitieve klinische psychologie aan de Universiteit Leiden. En zij is expert op het gebied van fouten, maar dan hoe wij die waarnemen, hoe we die verwerken, wat we daar vervolgens mee doen, waarom we ze eventueel nodig hebben. Dus ik ben heel benieuwd naar wat zij ons kan vertellen vanavond. Ellen de Bruin. Dankjewel. Goedenavond allemaal. Bedankt Fleur ook voor de introductie en voor de uitnodiging. Ik doe voornamelijk eigenlijk onderzoek naar fouten. Dus een avond met dit thema is natuurlijk voor mij gewoon ook een heel leuk uitje. Maar ik voel me toch altijd wel een beetje verplicht om te beginnen met een toelichting waarom ik denk dat het interessant is om onderzoek te doen naar fouten. En om dat iets te verduidelijken wil ik jullie eerst graag ongeveer 12,5 jaar terug in de tijd nemen.
Naar wellicht de grootste fout in de recente Nederlandse sportgeschiedenis. Volgens mij voelen jullie hem al aankomen. Ja, dat is een foutje, want hij doet het niet. Ah, daar is hij. Ja. Sorry. Het is de foute wissel van Sven Kramer. Voor degene die dit op een of andere manier helemaal volledig gemist hebben destijds. Sven Kramer is een van de meest succesvolle Nederlandse schaatsers ooit. En op de Olympische Winterspelen in Vancouver was hij op weg naar goud. Er kon eigenlijk niks meer fout gaan. Hij kon volgens mij zelfs vallen en nog een keer opstaan. Dan zou hij nog winnen. Maar helaas, zijn coach maakte een fout. Die stuurde hem naar de verkeerde baan en Sven werd gedisqualificeerd. En ik wil even een heel kort filmpje laten zien, omdat het ook heel mooi het tijdsbeeld weergeeft. Het is een compilatie van de NOS en de enorme impact en dramatiek die daar echt om heerste rond deze gebeurtenis. Ik was bezig om van binnen naar buiten te gaan. En net voor het pion zegt Geert Kimps tegen mij, je moet naar binnen. En met daarbij een wijzend gebaar. En in mijn split second schreeuw ik nog een keer binnen. En volledig van overtuigd zijn dat ik dat de juiste coachhandeling ben. Ben ik natuurlijk gewoon zelf verantwoordelijk voor de dingen die ik doe. Ik vind het moeilijk om een ander man de schuld in de schoen te schuiven. Omdat, misschien hebben we gewoon samen verkeerd gedaan. Misschien is dat wel het beste woord. Ja, ik heb het gevoel dat de tranen echt dichtbij staan nu. Hè? Nou, meer woede hoor. Want ik denk dat de boodschap wel duidelijk is. Het spijt me dat ik deze wond weer open moet halen. Het beeld schokte heel erg. Dat was eigenlijk niet de bedoeling, maar vooruit. Er gebeurt een heleboel in dit hele korte filmpje. En ik wil even in meer detail daar met jullie naar gaan kijken. Want wat gebeurt er nu precies? Allereerst maakt Gerard Kempers dus die fout. Eigenlijk maken ze allebei de fout, want Sven Kramer luistert naar het advies. Gerard Kempers is ook heel snel in het detecteren van zijn eigen fout. Hij weet eigenlijk vrijwel meteen dat hij een kolossale fout heeft gemaakt. Die heeft niet alleen gevolgen voor zichzelf, maar natuurlijk ook voor Sven, maar eigenlijk voor het hele Nederlandse volk was dit een vreselijk moment. En hij doet dit onder het toeziend oog van een miljoenenpubliek. Dus dat is echt een flinke fout. Het publiek is ook snel. Die hebben ook heel snel door dat iemand anders een fout heeft gemaakt. Nou, uiteindelijk weet Sven, hij vermoedde het vast wel al, maar weet hij het ook, dat het niet goed zit. En nog weer later, dan voelt hij het ook echt. Dus er komen ook allerlei emotionele processen die gaan dan een rol spelen. Tot slot, zoals altijd in competitie, de een zijn dood is de ander zijn brood. Beloningsprocessen spelen ook een hele belangrijke rol. Nou, dit is dus alweer bijna 13 jaar geleden en ik maak nog steeds regelmatig dankbaar gebruik van dit filmpje. Van deze gebeurtenis moet ik bijna zeggen. Misschien dat er binnenkort eens een meer recente voorbeeld langskomt. Omdat het in één minuut eigenlijk heel mooi allerlei aspecten die ik belangrijk vind in het onderzoek heel mooi toelicht. Het belangrijkste aspect is eigenlijk dat wij mensen sociale wezens zijn. Dus als wij een fout maken, dan doen we dat niet echt heel vaak helemaal in ons eentje. Als we ergens achter de computer zitten bijvoorbeeld, kan. Maar meestal doen we dat in het bijzijn van anderen. En onze fouten kunnen gevolgen hebben voor andere mensen. En dat is ook vanuit een klinisch-psychologisch perspectief heel erg interessant. Want dat zijn ook hele belangrijke centrale elementen in uiteenlopende psychiatrische aandoeningen. Nou, om te beginnen wil ik hier even op inzoomen. Wat weten we nu van het detecteren van onze eigen fouten? Hoe gaat dat in zijn werk? Om dat eventjes nog duidelijker te maken, wil ik heel graag een heel kort experimentje met jullie doen.
Zodat je ook kunt voelen wat het is om deelnemer te zijn in onze studies en wat de voor soort fouten we geïnteresseerd zijn. De opdracht is heel makkelijk. Er verschijnen straks letters in beeld. U drukt zo snel mogelijk met uw wijsvinger op een knop, die u niet heeft, maar vooruit, op de letter O, maar niet als er een letter X verschijnt. En ik wil vragen om de leuning van de stoel te gebruiken en dan even ja, eigenlijk op deze manier te tikken. Een beetje, of iets anders, iets harders is eigenlijk nog beter, zodat ik het een beetje kan horen wat er gebeurt. Dus als u iets hards heeft waar u op kunt tikken, dat zou nog fijner zijn. Oké. Dus zo snel mogelijk drukken bij de letter O, niet drukken bij de letter X. Zijn jullie de klaar? Dit is een plustekentje, dat mag. dat kan genegeerd worden. Oké, vingers bij de fictieve knoppen. Dan komt ie. Oh, dat kan sneller. Doorgaan. Goed, dat waren ze. Nou, als ik het goed hoorde, zijn de meesten van ons in staat hier om hun eigen fouten te detecteren. Is er iemand die geen enkele fout heeft gemaakt? Ja, 1 of 2 mensen. Zijn er mensen die op bijna alle X hebben gedrukt? Ja, oh, dat zijn er aanzienlijk meer. Nou, dat vind ik dus heel erg leuk. Ik ben geïnteresseerd in individuele verschillen. Dus ik vind het altijd leuk om zelfs in een relatief kleine steekproef al te zien dat er zulke grote verschillen zijn in hoe mensen omgaan met zo'n taak. Dus sommige mensen zijn gewoon heel impulsief, andere heel perfectionistisch. En dat kun je hier al in terugzien. Nou, als ik nu op een of andere manier jullie reactietijden had kunnen meten hier, dan had het er ongeveer zo uitgezien. Een correcte reactie op de letter O, dat doe je ongeveer 300, 350 milliseconden over. Een fout is veel sneller, want dat is het resultaat van een te impulsieve reactie. Die x's kwamen ook veel minder vaak voor en daardoor zijn ze gewoon moeilijker. Maar het interessante gebeurt eigenlijk nadat de fout gemaakt is. En misschien hebben jullie het ook wel gevoeld zelf, ja? Dan vertragen we een beetje. En dat fenomeen staat ook bekend als post-error slowing. En dat zorgt ervoor dat je net iets meer tijd neemt nadat je een fout hebt gemaakt, zodat je diezelfde fout hopelijk niet nog een keer gaat maken. Dus dat het laat zien dat zelfs in zo'n simpel taakje waarbij alle kennis beschikbaar is, we toch nog kunnen leren van onze fouten. Dus we kunnen bijsturen bijvoorbeeld. Heel subtiel, het zijn maar milliseconden, maar toch kunnen we het meten. En wat je misschien ook gemerkt hebt, is dat soms kun je het gewoon niet meer tegenhouden. Die vinger die is al naar beneden aan het gaan en je weet, oh, maar dat is te laat. Dus je bent heel erg snel in dat detecteren van die fout. Kunnen we dat signaal nu meten in het brein? Ja, dat kan. En daarvoor maken we gebruik van een elektroencefalogram, een EEG. Omdat we daar tot op de milliseconden nauwkeurig kunnen bijhouden wat er gebeurt. Want dit zijn echt razendsnelle processen, dus je hebt zo'n methode nodig. En wat we doen, we laten deelnemers eigenlijk gewoon zo'nzelfde soort taak uitvoeren, terwijl we continu het EEG meten van die persoon, van allerlei elektroden in zo'n mooie flitsende badmuts. En we bieden die letters aan en mensen drukken op knopjes. En soms maken ze fouten, soms niet. En dat doen we heel vaak, veel langer dan wat jullie nu hebben gedaan. En uiteindelijk kunnen we dan de EEG-signalen middelen apart voor correcte en voor foutieve reacties. En dan krijgen we een dergelijk patroon te zien. De gestippelde lijn is een wat er gebeurt na een correcte reactie. Dus je ziet het moment van reactie op 0 milliseconden. En eigenlijk na een correcte reactie gebeurt er niet zo heel veel spannends. Het blijft een beetje rond die 0 lijn hangen. Maar na een foute reactie zien we een hele scherpe piek optreden. En deze piek, die wordt ook wel de error-related negativity genoemd, of de ERN, want negatieve amplitudes die staan omhoog afgebeeld voor het gemak. En dat is een razendsnel proces.
Al na 50 tot 70 milliseconden hebben onze hersenen gewoon helemaal geregistreerd dat het niet goed was. En dat kan zo snel omdat we continu op de achtergrond aan het monitoren zijn. Continu in de gaten houden of wat we aan het doen zijn eigenlijk wel goed is. Nou, die PE die sla ik even over, want ik kreeg net een seintje dat ik niet zo heel veel tijd meer heb. Dus die ERN kunnen we ook zien als een reflectie van een fout signaal in onze hersenen. En dat kunnen we heel goed meten. Nou, om te weten waar in het brein dit is, dan moeten we gebruik maken van andere methoden, zoals fMRI. En wat we dan zien is, nou, dat je zelf een fout maakt, dat er altijd een activatie optreedt, verhoogde activatie in een vrij groot gebied, middenvoor in de hersenen, de zogenaamde anteriore cingulate cortex, de ACC. En daarnaast zien we gelijktijdig ook verhoogde activatie in de insula. En het interessante is dat activatie in dit netwerk ook terug te zien is als we pijn ervaren. Dus dat roept een beetje de vraag op van, nou ja, doen fouten pijn? Is pijn een soort fout? Dat kan. Maar het is eigenlijk aannemelijker dat beide signalen heel duidelijk aangeven dat je je gedrag moet aanpassen. Dat er iets moet veranderen. Je hebt pijn, zorg dat je geen pijn meer voelt. Je maakt een fout, zorg dat het niet nog een keer gebeurt. Pas je gedrag aan. Dus dit netwerk speelt waarschijnlijk een hele belangrijke rol in het adaptief aanpassen van je gedrag. Maar wat nu als je in het publiek zit en je ziet iemand anders een fout maken? Wat gebeurt er dan? Nou, daar kunnen we ook met EEG en met fMRI naar kijken. En met EEG kunnen we bijvoorbeeld twee mensen tegenover elkaar plaatsen. De een voert de taak uit, de ander kijkt hoe die andere persoon dat doet. En als we dan kijken naar het EEG, degene die het uitvoert, zien we het patroon, zoals we eerder ook zagen. En we zien ook iets soortgelijks, ziet er natuurlijk wel wat anders uit, wanneer mensen iemand anders observeren. En ook met fMRI zien we dat er een enorme overlap is in activatie in de hersengebieden voor eigen en andermans fouten. En dit zijn weer die twee gebieden die we steeds tegenkomen. Dus dezelfde processen en structuren die lijken een rol te spelen voor het detecteren van je eigen en andermans fouten. Maar hoe zit het dan met die laatste? Want fouten zijn bijna altijd vervelend. Ze hebben altijd iets negatiefs. Maar niet als het je tegenstander is. En je ziet je tegenstander een fout maken. Dat is hartstikke prettig. Dus wat gebeurt er dan in ons brein? Nou, om dat te onderzoeken hebben we een heel simpel spelletje ontwikkeld. Ik noem het vaak een retro-versie van Space Invaders. Dus dat is wel echt heel retro. Dit is een kanon. Dat gaat bewegen en een deelnemer die ligt in de scanner en die drukt op een knop om een doel te raken. Het doel kan op allerlei plekken staan en het wordt ook kleiner, zodat het wat moeilijker wordt. En deelnemers spelen dit niet alleen zelf, maar ze spelen het ook samen, coöperatief met een partner en competitief met een tegenstander. En wat we dan zien is dat voor alle soorten fouten, maakt niet uit of je hem zelf maakt, of dat je partner maakt, of zelfs als je tegenstander die fout maakt, zien we weer diezelfde gebieden actief worden. Dus zelfs voor fouten van de tegenstander die ontzettend prettig zijn, wordt dit netwerk actief. Maar ergens anders in het brein zien we wel degelijk dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen prettige en niet zo prettige fouten. En dat is in een gebied dat heet het striatum. En daarvan weten we dat het een hele belangrijke rol speelt bij de verwerking van beloning. Dus als je het zelf goed doet, als je partner het goed doet, zien we verhoogde activiteit daar. Maar ook als je tegenstander een fout maakt. Nou, dit hadden we achteraf gezien niet eens hoeven te onderzoeken, want Napoleon Bonaparte die wist het al heel lang. Die zei blijkbaar onder haverklap, nooit je vijand onderbreken wanneer deze fouten maakt. Dus die had dat eigenlijk al heel goed door, lang voordat we fMRI hadden. Tot slot wil ik even heel kort dopamine noemen. Dat is een belangrijk verbindingsstofje in het brein. En dat speelt een centrale rol in beloningen. En we weten ook uit ander onderzoek, dat beloningsprocessen en dopamine dus ook bij foutendetectie een belangrijke rol spelen.
Tot slot, laatste slide. Ik hoop dat ik een beetje heb duidelijk kunnen maken in deze hele korte presentatie dat wij mensen fouten eigenlijk bijna nooit alleen maken. Dus het is heel belangrijk om in onderzoek die sociale context echt mee te nemen. We kunnen fouten heel snel detecteren. De ERN is een foutsignaal in ons brein wat vervolgens gebruikt kan worden om ons gedrag aan te passen. En dat kunnen we op een hele flexibele manier doen en heel efficiënt. En juist die flexibiliteit is vaak verstoord bij in verschillende psychiatrische aandoeningen. Ik had helaas geen tijd om daar vandaag op in te gaan. Maar dit geldt zeker in een sociale context. En tot slot, beloningsprocessen en dopamine spelen dus ook een centrale rol. En ik eindig graag met mijn favoriete citaat over fouten. Het wordt toegeschreven aan Eleanor Roosevelt. Learn from the mistakes of others, because you cannot live long enough to make them all yourself. Dank jullie wel. Nou, enorm interessant. Vriendelijk bedankt. We hebben tijd voor een tweetal vragen. Dus wie eerst? Ik zie daar achterin. De microfoon komt eraan. Dank voor de presentatie. Wat ik me afvroeg, die taak die u ons liet uitvoeren met die vingertap. In hoeverre speelt nou ambitie nog een beetje een rol? Want ik dacht bij mezelf, nou weet je, het is niet echt een taak waar ik echt op afgerekend word. Dus hoe belangrijk is nou ambitie? Want het is natuurlijk ook een fout, is ook gerelateerd aan het concept wat je met elkaar afspreekt. En in hoeverre je daar misschien wel of niet voor beloond zou kunnen gaan worden. Ja, zeker. Ja, dat is een hele goede vraag. Motivatie speelt een belangrijke rol. En dat is soms iets wat heel lastig natuurlijk onder controle te houden is in studies. Dus wat we vaak doen is mensen belonen, toch gewoon met geld. Dus dat fouten zijn kostbaar of juist niet in ons experiment. We weten wel, na heel lang uitproberen van wat is nou de beste straf of de beste beloning, zijn we er wel langzaam achter gekomen bij studenten. Werkt geld toch minder goed? Maar als je ze voor iedere fout die ze maken, bijvoorbeeld 20 van die extra trials laat doen, dat werkt het beste. Oftewel, gewoon blijven straffen. Ja, blijven straffen inderdaad. Nog één vraag. Ja. Ik wil eerst in instantie bedanken voor een mooie lezing. Graag gedaan. U heeft het woord gebruikt, de mensen zijn sociaal beesten. En ik wil ook wel graag bij deze sociaal beesten, en de mensen zijn biologische beesten ook. En wat is de rol van het hart in dat geval? Dat kwam idee in mij. De rol van het hart? Ja. Ja, dat weet ik. Graag als je in de toekomst die ook meetelt. Ja, nou, er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. En er wordt ook echt gekeken naar. We weten bijvoorbeeld uit onderzoek, maar ik doe dat zelf niet, dat er ook veranderingen in hartslagfrequentie, hartslagvariabiliteit optreden. Bijvoorbeeld na een gemaakte fout. Dus het systeem is inderdaad meer dan alleen wat hier zit. Emoties spelen een belangrijke rol. Dus ja, je moet inderdaad. Als je het echt goed wilt doen, dan moet je al die factoren meenemen in je onderzoek. Ik heb een sterke gevoel dat onze hart het tweede brein is. Tweede brein, ja. Ja. Nou, wie weet. Ja. Vriendelijk bedankt. Ik wil nu heel graag Hans Adriaanse naar voren roepen. Sorry, ik zei Hans, maar het is natuurlijk Han. Thomas Adriaans. Mijn excuses. Hij is universitair hoofddocent van de geschiedenis van de filosofie en ook van de psychologie, begreep ik. Filosofie. Aan de Rijksuniversiteit Groningen. En hij zal ons, en ik ben daar heel nieuwsgierig naar, vertellen hoe de beste bedoelingen toch tot de grootste blunders kunnen leiden. Dus ga je gang. Dankjewel. Ja, ik doe onderzoek naar de filosofie en de wetenschap in de 17e eeuw. En dat betekent dat ik eigenlijk in mijn werk heel vaak heel foute, onwaar gebleken theorieën tegenkom. Ik heb ook collega's en vrienden die wel eens vragen van ja, wat is nou de lol van jouw vak als je de hele tijd al die fouten tegenkomt? Nou, een van de aardige dingen is dat je soms best goede redenen kunt hebben om tot een foute conclusie te komen. En wat ik in dit komende kwartier wil doen is misschien wel een van de beruchtste
fouten uit de geschiedenis van de biologie bespreken en uitleggen waarom mensen redenen hadden in de 17e eeuw om die fout toch te maken. De theorie waar ik het over wil gaan hebben gaat over de ontwikkeling eigenlijk van embryo tot volwassen beest, zo gezegd. Je zou zeggen, we beginnen in zo'n geval bij een min of meer ongevormde klomp materie. En dan stapje voor stapje ontstaan verschillende organen, verschillende ledematen en herkennen we iets van, in dit geval, een kip. Dat is niet hoe heel veel 17e eeuwers erover dachten. Heel veel 17e eeuwers waren aangetrokken tot het idee van preformatie. En daar ziet u hier een plaatje van. Dit is een plaatje van hoe men dacht dat een eicel eruit zou kunnen zien. Met daarin al helemaal compleet het mensje dat daar op een gegeven moment uit moet komen. Idem voor kippen, andere zoogdieren. Andere dieren. Hier ook een heel mooi plaatje van. Dit is al wat eerder. Een mens dat helemaal compleet, alles erop en eraan, al aanwezig is. Nou, sommige 17e eeuwers die dachten dit idee echt tot het uiterste door. Dus één idee dat je vaak tegenkomt is dat de eerste vrouwelijke mens, ja, die bevat in haar eicellen helemaal compleet haar zoons en dochters. Maar die miniatuurdochters bevatten ook al hun kinderen. En de dochters van die kinderen bevatten in miniatuur ook hun nageslacht, enzovoort, enzovoort. En zo komen we uit bij deze Russische poptheorie van menselijke generaties. Nou, daar klopt niet zo gek veel van. En je zou je haast kunnen gaan afvragen hoe iemand tot dit idee zou kunnen komen. Waarom zou dit idee aantrekkelijk kunnen zijn? Lijkt evident onwaar. En toch is dit in de 17e eeuw een tijd lang een heel wijdverspreide theorie die men aannemelijk vindt. Waarom? Dat wil ik proberen uit te leggen. En er zijn twee factoren waar ik op wil wijzen. De eerste factor is dat met deze theorie men dacht dingen te kunnen verklaren die anders een puzzel zouden zijn gebleven. Tweede heeft te maken met de opkomst van een microscoop in de 17e eeuw. Dat is wel heel wonderlijk eigenlijk. We hebben hier een heel vreemde theorie. En het ultieme wetenschappelijke instrument, die microscoop, helpt deze wonderlijke theorie. Dus dat wil ik allebei gaan uitleggen. Eerst verklarende kracht. Om dat te kunnen uitleggen moet ik iets zeggen over, ja, wat eigenlijk in de natuurwetenschappen het meest succesvolle model in de 17e eeuw is. Dat is dit. Het grote succesverhaal in de 17e eeuw is dat we alles gaan proberen te analyseren als kleine deeltjes die tegen elkaar aanbotsen. Die kleine deeltjes die willen niks, die willen niet omhoog of omlaag. Die zijn dom en gehoorzamen aan een paar simpele natuurwetten. En alles ontstaat door de botsing en het combineren van dit soort deeltjes. Nou, dat werkt heel goed. Bijvoorbeeld als we willen uitleggen hoe dit soort structuren ontstaan. Deeltjes botsen, blijven aan elkaar vastkleven. Zo krijgen we kristallen, mineralen enzovoort. Dat werkte hartstikke goed. Dat deeltjes in beweging verhaal was het succesverhaal, zou je kunnen zeggen, van wetenschap in de 17e eeuw. Althans, voor wat wij nu natuur en scheikunde zouden noemen. Waar die 17e eeuwers tegenaan liepen, is dat ze dachten, ja, dit verhaal dat werkt wel voor onze mineralen en kristallen. Maar hoe kom je van hier naar hier, naar iets extreem ingewikkelds. Dat is eigenlijk de puzzel. Ja, die deeltjes die botsen, maar daar zit niet een soort van plan achter. Die botsen min of meer toevallig. En ja, zo kun je misschien wel een mineraal krijgen, maar kun je daar ook dit soort insecten van krijgen? Nou ja, weet je, misschien als je het experiment, laat de deeltjes maar botsen, een miljard keer herhaalt, dat er dan één keer zo'n mooi insect uitkomt. Alleen dat is niet wat we zien. We zien die insecten duizenden keren, miljoenen keren op dezelfde manier gevormd worden. Dus dat deeltjesverhaal, dat loopt tegen zijn grens aan. Nou, wat gaan mensen dan zeggen als alternatief? Ze gaan zeggen, de verklarende kracht van ons deeltjesverhaal die met min of meer, ja, toevalligheden tegen elkaar aanbotsen, dat stopt hier. Dus wat kunnen we wel zeggen?
Nou, we zouden kunnen zeggen dat een schepper het eerste vrouwelijke exemplaar van elke soort heeft uitgerust met miniatuurversies van de toekomstige generaties. En dat heeft één heel aantrekkelijk element. Dat betekent namelijk dat je, je moet aan het begin van de schepping een enorme interventie aannemen. Dus God heeft alle vrouwelijke exemplaren van alle soorten uitgerust met alle generaties daarna. Dus we hebben één enorme goddelijke interventie aan het begin. Maar vanaf dat moment kun je alle processen puur mechanisch uitleggen. Want eigenlijk vanaf het moment dat je die miniatuurtjes in die eicellen gestopt hebt, hoef je alleen nog maar uit te leggen hoe die miniaturen kunnen groeien. Hoe expansie kan plaatsvinden. En daarvan zegt men, dat is niet zo ingewikkeld. Dat kunnen we wel uitleggen door aan te nemen dat deeltjes combineren met andere deeltjes. Dat misschien de vloeistoffen in dat miniatuurtje gaan uitzetten. Dat kunnen we allemaal beschrijven op de manier waarop we een machine ook zouden kunnen beschrijven. Dus dit verhaal heeft een hoge prijs aan de ene kant, namelijk een enorme goddelijke interventie in de biologie aan het begin van de analyse. Maar tegenover die hoge kosten staat ook een voordeel, namelijk dat we vanaf dat moment ook de biologie op een mechanistische manier kunnen beschrijven. En dat is wat men wilde in de wetenschappen. Dus deze interventie was nodig om ook de ontwikkeling van een dier machinaal te kunnen beschrijven. Dat is de verklarende kracht. Nu zou je kunnen tegenwerpen van ja, dat is allemaal wel mooi, dit is wat we nodig hebben om een goed werkende theorie te krijgen, maar het feit dat we iets nodig hebben wil nog niet per se zeggen dat het waar is. Ik heb van alles nodig, ik zou me van alles wensen wat ik niet heb. Dus ook in de wetenschap mag je niet zomaar iets voor waar aannemen, puur en alleen omdat je het nodig hebt. Er lijkt nog iets meer nodig. Dat is waar de microscoop in komt. 17e eeuw is het moment dat mensen als Antonie van Leeuwenhoek, of een andere, misschien wat minder bekende natuurwetenschapper, Jan Swammerdam, aan microscopen beginnen te werken. En die microscopen, die lijken dit verhaal soms te ondersteunen. Nou, om dat te laten zien, wil ik iets vertellen over Jan Swammerdam. Hier ziet u de anatomische les van dokter Nicolaas Tulp van Rembrandt. En hoewel we het niet zeker weten, wordt er vaak aangenomen dat deze man hier, die daar op de achtergrond staat te kijken, dat dat Jan Swammerdam is. Nou, Jan Swammerdam is bij lange na niet zo beroemd misschien als Antonie van Leeuwenhoek, maar ten onrechte. Jan Swammerdam is iemand die ook zelf microscopen bouwt en die microscopen gebruikt om onderzoek te doen met name naar insecten. Dat doet hij bijvoorbeeld in dit boek, Bijbel der Naturen, oftewel Historie der Insecten. Publiceert hij 1669, wordt daarna in het Frans, in het Latijn vertaald, verspreidt zich heel snel door Europa. In dat werk beschrijft hij een paar experimenten die hij uitgevoerd heeft met rupsen en vlinders. Concreet, hij beschrijft dat hij op verschillende fasen van de ontwikkeling van een rups, die rups in kokend water heeft gegooid, het velletje eraf gepeld heeft en vervolgens het resultaat onder zijn microscoop gelegd heeft. En wat claimt hij te kunnen zien onder zijn microscoop? Wat hij claimt te kunnen zien is dat in die rups, als je hem afpelt, zo gezegd, de structuur en de ledematen van de vlinder al te zien zijn. En dat is eigenlijk, zo zegt hij, op elk moment in die ontwikkeling. Op elk moment in de ontwikkeling van het beest is het zo dat we de structuur van de volgende fase al kunnen zien. Dus we kunnen in de rups de vlinder al zien. Maar hij gaat zover om te zeggen dat we zelfs in het eitje helemaal aan het begin niet alleen de rups, maar ook de vlinder al kunnen zien. Daar helemaal linksboven in de afbeelding ziet u het eitje.
waar dit wonderlijke beestje uiteindelijk uitkomt. En Swammer dan die beweert dat hij in dat eitje al helemaal dat toekomstige beest opgevouwen kan zien. Als het ware opgevouwen en ingewikkeld in een kleedje. Nou, dat legt hij hier uit in deze tekst. Het ene dier in het andere, oftewel de kappel verborgen binnen in de rups. En we zien helemaal links het kapelleke, de gedaante van een rupsdragende in zijn eerste vel of vlies, waarin het een ei genoemd wordt. Dus hij gaat ook eigenlijk die woorden zo gebruiken dat we ei, rups, vlinder allemaal voor hetzelfde beestje kunnen gebruiken. En voor alle tussenfasen ontwikkelt hij dan ook zijn eigen woorden. Op een gegeven moment hebben we, ik geloof dat dat ook in deze tekst staat, het ei gelijk gulden popken. Nou, dat is een tussenfase in deze hele ontwikkeling. Maar de boodschap is duidelijk, wat Swammer dan betreft. Het meest complexe dier kan al opgevouwen, volledig aanwezig zitten in zijn meest kleine voorganger. Dus zelfs die complexe vlinder kan al helemaal compleet opgevouwen zitten in het minuscule eitje daarboven. En dat is eigenlijk in de ogen van Swammerdam zelf, maar ook in de ogen van Antonie van Leeuwenhoek bijvoorbeeld, de empirische ondersteuning die dat verhaal over preformatie nodig had. Dus dat was eigenlijk het empirische bewijs dat miniatuurversies van een volwassen dier al in het eitje waar ze uitkomen aanwezig zijn. En zo combineren in de 17e eeuw, dankzij mensen als Jan Swammerdam, verklarende kracht met de kracht van de microscoop, zo gezegd. Dus aan de ene kant zien ze wat we zouden nodig hebben om de natuur mechanistisch te beschrijven, is dat alle dieren in miniatuur al aanwezig zijn in hun eitje. Dat is wat we nodig zouden hebben. Ja, oké, maar wat je nodig hebt, dat heb je daarom nog niet per se. Maar gelukkig is daar vanaf de jaren 60, 70 de microscoop die dat ook daadwerkelijk suggereert. Natuurlijk, ze wisten ook wel van ja, die microscopen van ons die kunnen maar beperkt vergroten. Maar wat ze zien, wat ze konden zien, dat gaf hen al voldoende vertrouwen voor dat idee dat zelfs het meest complexe beest in miniatuur al aanwezig is in het eitje. En zo maakten zij een fout met goede redenen. Wat waren die goede redenen? Nou, ten eerste, wat hun microscopen ze vertelden, dat zetten ze op dit spoor, goede reden 1. Goede reden 2, zij konden dat meest succesvolle verhaal van de natuurwetenschappen in de 17e eeuw, alles als een machine beschrijven, botsende deeltjes, dat konden ze nu eindelijk ook gaan toepassen in de biologie. Oké, je hebt aan het begin een grote interventie nodig, maar vanaf dat moment kan je ook een vlinder beschrijven als een machine die langzaam groeit als het gevolg van botsende deeltjes. Dus dit waren twee goede redenen om, wat mij betreft, een goede, maar wel een fout te maken in de 17e eeuw. En daarom is het wat mij betreft zo leuk om naar die 17e eeuw te kijken. Tuurlijk, je komt allerlei onware ideeën tegen. Maar niet elk onwaar idee is gek. Voor onware ideeën kunnen soms heel interessante argumenten te geven zijn. En ik denk dat preformatietheorie daar een heel mooie illustratie van is. Dank u wel. Dank je wel. Wie heeft er hier een vraag over? Over onze kleine vlinders in onze in ons midden. Daar komt de microfoon. Allereerst dank. Wat was er eigenlijk eerder, die preformatietheorie? En is er misschien dan daar ook een Swammerdam door beïnvloed of andersom? Dus wat was er eerder, de preformatietheorie? De preformatietheorie waarbij misschien een Swammerdam beïnvloed is in zijn wat hij ziet of denkt te zien of waar hij kiest om naar te kijken? Of was er al dit microscopisch onderzoek op basis waarvan die preformatietheorie vorm kreeg? Ja, dat is een leuke vraag. Die preformatietheorie die is eigenlijk al heel oud. Dus die komt in verschillende variaties in de oudheid, in de middeleeuwen, in de renaissance terug. Alleen in de 17e eeuw maakt hij zo'n ontzettende succesvolle revival door. Omdat hij 1 een probleem op kan lossen. Namelijk,
We willen graag ook de biologie in termen van botsende deeltjes kunnen doen. En ten tweede, omdat de microscoop dat daadwerkelijk ook enige aannemelijkheid verleent. Dus ja, die theorie was er al om Swammerdam op ideeën te brengen. En die ideeën zag hij bevestigd met zijn zelfgemaakte microscopen. Ja. Ik meen te horen een voorveronderstelling. En die voorveronderstelling is zuiver bijbels. En daar zit ik een beetje mee. Kunt u daar iets op uitweiden? Ja, daar kan ik zeker wat op uitweiden. Want dat boek van Swammerdam, dat heet, althans als het later heruitgegeven wordt in zijn leven, heet het Bijbel der Naturen. En dat is niet voor niets. Twee redenen. Eigenlijk alle natuurwetenschappers in deze tijd zijn het erover eens. De natuur, dat is een systeem dat door God ontwikkeld is. En wat wij kunnen proberen te doen, is dat systeem met formules zo goed mogelijk te beschrijven. Tweede reden, concreet in de biologie, is dat iemand als Swammerdam zegt, ja, in de biologie, daar zie je de hand van de schepper eigenlijk het duidelijkst. Een kristal is mooi, maar dat draagt een teken van toevalligheid bij zich. Ja, botsende deeltjes gaan dat produceren, vast wel. In de ogen van een Swammerdam is met name de biologie eigenlijk nog een reden te meer om te geloven in een schepper. Dat gaat voor deze wetenschappers eigenlijk hand in hand. Onafscheidelijke vakgebieden, theologie en in dit geval biologie. Prachtig. Vriendelijk bedankt. En dan gaan we nu even een klein uitstapje maken uit de wetenschap, maar richting de kunsten. Wij hebben hier in ons midden Dirk-Jan van den Burg, ex-Jan-Dirk van den Burg. Mijn persvoorzitter van mijn universiteit heet Dirk-Jan, dus ik zeg het steeds verkeerd om. Ik maak heel veel fouten vanavond. Ja. voormalig, sinds kort, fotograaf des Vaderlands. Ja. Hij maakt prachtige foto's over de mens in zijn natuurlijke habitat, om een beetje met de vorige spreker te blijven. Over olifantenpaadjes, systeemplafonds. Net een prachtige webserie gemaakt over waarom we de foto's maken die we maken. Ook heel interessant. Ga dat kijken, staat op YouTube. En jij gaat ons wat vertellen over fouten in de kunst, of ja, die er überhaupt zijn. Ja, zeker, zeker. Nee, merci Fleur, dankjewel. Ik ga even mijn klikker zoeken, die ligt hier. Ik ga jullie eigenlijk iets presenteren over mijn ervaringen in de fotografie en het Foutenfestival, wat daar onlosmakelijk mee is verbonden. Mijn presentatie is eigenlijk bestaat uit twee stukjes. Eén, mijn persoonlijke ervaringen met het grote Fotografie Foutenfestival. Die zit aan het eind. Maar ik wil beginnen eigenlijk met hoe ik zeg maar fotografie heb geleerd en hoe je wordt onderwezen en hoe je vooral wordt gevraagd om niet de gebruikelijke fotografie fouten te maken. Ik weet niet of u... zijn er mensen die wel eens een foto maken hier in de zaal? Ja, nou, toch best een paar. Dan wordt het een fijne learning curve de komende 15 minuten. Daar gaan we. Ik zal hem eens even doorklikken. Ja, dit is mijn favoriete fotoboek eigenlijk. Het is Maak Goede Foto's. Het is uitgegeven door Kodak in 1953. Dat is ook heel wonderlijk. Daar beginnen ze eigenlijk mee met deze spread. Het is niet moeilijk om deze veelgemaakte fouten te vermijden. En er worden meteen 8 grote valkuilen gepresenteerd die je eigenlijk waar je meteen overheen kan springen als je dat boek hebt. Het wonderlijke is wel een beetje dat... Ja, ik zal even inzoomen op deze. Als je naar de linkerkant kijkt... en ik heb fotografieonderwijs genoten aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. En dat is ook een kunstacademie. En daar word je vaak gevraagd van... ja, het moet ook een bepaalde onderscheidende kwaliteit hebben... en een zekere creativiteit. En dit boek in 1953 aan de linkerkant zijn alle goede voorbeelden... Dus een mooi gecentreerd onderwerp, een rustige achtergrond, het onderwerp in het midden en vooral uw camera niet scheef houden. Dat zei ik. Maar u ziet eigenlijk in de rechterkolom, eigenlijk als ik mij op de kunstacademie aan de wetten van de rechterkolom hield, dan pas kreeg ik eigenlijk voldoendes. Want je ziet dat...
dit soort perspectieven, bijvoorbeeld met het portret met de vrouw en de lassiehond, daar staat het allemaal keurig netjes erop. En het is scherp, maar het is eigenlijk veel spannender als er nog wat te raden over is. Dat je alleen die grote lassie snuit ziet en de helft van het hoofd aangesneden. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het perspectief van het Pantheon in die mooie dubbelopname daarboven. Hè, want u ziet daar helemaal boven een vrouw liggend op het strand. Maar het is eigenlijk veel leuker als je dan die bootjes er dwars doorheen ziet. Dat je in die, ja, het zijn gewoon twee werelden over elkaar heen. Dus ik had heel snel geleerd van nou, dat boek van Kodak, dat kan eigenlijk, ja, dat is leuk om daar kennis van te nemen, maar dat kan eigenlijk zo snel mogelijk de deur uit. De kunstenaar John Baldessari, ik weet niet of u die kent, maar die heeft echt school gemaakt onder het, ja, met dit soort werk. Eigenlijk het, ja, een van de, ja, dat is eigenlijk een inkoppertje. Als je een foto van iemand maakt, dan moet je altijd even kijken van komt er een lantaarnpaal of een palmboom uit iemands hoofd. Dit wordt algemeen gezien als de grootste fout die je kan maken als portretfotograaf. Maar we hadden op de academie ook een leraar, die heette Theo Düsseldorp. En die zei van nee, dat kan je ook creatief gebruiken door, als je dat gewoon stelselmatig toepast, dan wordt het ineens gewoon een onderscheidend stijl. Ja, gewoon een stijl waar je ook eigenlijk school in kan maken. Dus ja, ik betrap me er zelf ook op. Als ik deze kans krijg, als ik iemand fotografeer, dan doe ik dat toch altijd even die kantoorplanten uit het, ja, ja. Dus het is, ja, wat fout is, is eigenlijk goed. En wat goed is, is, ja, het is een heel moeilijk, moeilijk genre wat dat betreft. Ja, ik had op die academie had ik les van Theo Düsseldorp. En toen ik aan die academie, toen ik eenmaal werd toegelaten, dacht ik van, nou, dat is fantastisch. Nu krijg ik ook les van mensen die ik bewonder. Anton Corbijn of Erwin Olaf. Maar ik kreeg Theo Düsseldorp. Ik vroeg aan Theo, wat fotografeer jij nou eigenlijk? Want ik kende hem niet uit het fotografielandschap. En toen zei hij, ja, radijs en tuinkers. En hij maakte dus dit soort foto's, waar die, ja, dus heel lang op zat te pielen. Dat alles in de juiste verhouding, in de juiste hiërarchie kwam. Dus vooral die twee kleine stukjes tuinkers dan daar weer onder. Zodat je eigenlijk alle kanten van de tuinkers kon onderscheiden. Maar ik merkte wel al snel hoe makkelijk het eigenlijk is. En hoe leerzaam het is om juist met alledaagse vormen aan de gang te gaan. Dit is de perentest. Dat was een beroemde oefening eigenlijk bij ons op school. Ik weet niet of jullie hem ook zien. Er zijn dus 2, 4, 6, 7 peren waarbij 1 hele grote fout is gemaakt. En welke peer van links naar rechts denken jullie die echt heel fout is gefotografeerd? De tweede. Ja, bam. Meteen goed. Want als je dus bij de peer het steeltje niet fotografeert, het is een beetje hetzelfde als je bij een dikpik de eikel mist, zeg maar. Het is, dan zie je gewoon niet meer die vorm en dan is het eigenlijk waardeloos. Het is een appel. En dat heb je eigenlijk met heel veel, ook met een portret. En elk mens heeft ook een goede en een slechte zijde. Kan je altijd die perentest in de gaten houden. Als het steeltje er niet op zit, is het gewoon geen peer. Dit is het werk van een van mijn voorbeelden in de fotografie, Erik Kessels. Die verzamelt eigenlijk veel gevonden materiaal waar hij dan iets mee zegt. En dit is een voorbeeld uit de serie Almost in Every Picture. En dit is komt uit het familiealbum van een gezin dat een zwarte hond heeft. En een fotocamera, als u het ergens op richt, dan werkt het eigenlijk zo dat hij altijd meet op het middengrijs eigenlijk. Hij ziet alles, maakt hij meteen eigenlijk, als je bijvoorbeeld een sneeuwlandschap fotografeert, dat is altijd dan onderbelicht, als je niet overbelicht, omdat hij dan denkt van ja, beginnen altijd op middengrijs. Doet hij ook met een hond. Dus als je een zwarte hond hebt en je laat hem gewoon op automatisch staan, dan krijg je dus altijd dit soort beelden. En hij heeft dus een heel boek waarbij dit gezin een hele leven lang geprobeerd heeft om een zwarte hond te fotograferen, maar waarbij dat dus echt nooit gelukt is. En dan denk je van ja, dit gaat helemaal fout, maar dat gaat dus eigenlijk helemaal goed. Want als hij er wel perfect in die prachtige zwarte doortekening op had gestaan, dan had Erik nooit gedacht van ja, daar ga ik een boek van maken. Dus het heeft heel vaak te maken met van ja, als iets fout gaat, heeft ook een boek gemaakt met mensen hun vinger voor de lens houden. Dus ook hartstikke, ja, eigenlijk het, ik had heel snel geleerd, eigenlijk dingen die fout gaan in fotografie, dat is eigenlijk vaak een beginpunt waar de creativiteit begint. Dus
ja, daar heb ik eigenlijk, ja, daar ben ik vanaf die academietijd heb ik dat alleen maar gedaan. En nou, daar kan je dus ook Fotograaf des Vaderlands mee. Woorden heb ik afgelopen 4 jaar plezier aan beleefd. Ja, dit is bijvoorbeeld een tafereel wat eigenlijk als het als er geen fout in zou zitten. Dit is namelijk Occasion Center Harderwijk, waar je naar kijkt. Die een bepaalde wervende uitstraling ambiëren. En die dus zo'n wapperman ervoor hebben gezet, die normaal gesproken, zeg maar, zo er bovenuit moet toren om iedereen naar dat Occasion Center. Ja, er zit een beetje hapering in de video. Dat heeft, daar heeft iedereen last van. Maar u ziet, ja, dit heeft dus uren geduurd. Ja. Maar ja, iets wat dus niet, ja, dat geldt eigenlijk met elk onderwerp. Als je ziet wat de bedoeling is, maar waar het resultaat, ja, achterblijft bij de ambitie. Ja, dat zijn gewoon heerlijke onderwerpen. Ja, dit is een van de foto's waar ik nog het meest trots op ben. Dit is Ron Willems, die op een groenstrook in Purmerend 1000 kilo poep per dag opzuigt met de Ekholm 2102. En ik heb de hele ochtend achter Ron aangelopen en op een gegeven moment had ik het geluk dat die slurf vast begon te zitten. En toen kwam hij uit de cabine met een stok, begon hij in die slurf te porren om de boel weer zuigvrij te maken. Maar toen had ik het geluk dat hij bij het instappen van de cabine dan zelf in de hondenpoep trapte. Ja, dan gaat er dus iets fout, maar dan op het niveau van documentaire fotografie stijgt alles dus, dus omhoog. Het is wel een van mijn meest succesvolle foto's, ja, als u het mij vraagt. Ik ga er nog even 3 andere voorbeelden waarbij, ja, het reflecteren op iets wat fout gaat in de mensheid een hoofdrol speelde. Dat is eigenlijk alleen maar wat ik heb gedaan. Ik begin even bij, ik heb ooit een boek gemaakt over het olifantenpad. Dat is de kortste weg van A naar B. Dat is nog steeds een heel raar fenomeen dat stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten ons nooit de kortste weg van A naar B faciliteren. Dat we die zelf moeten maken. Ik heb een heel boek gemaakt met dit soort voorbeelden, waarbij dan zo'n olifantenpaadje, ja, waarbij ik ook de terreinwinst opmeten die de olifantenpaadjesgebruiker boekt ten opzichte van de officiële route. Het is altijd korter. Ik zal nog even uitleggen bij een van mijn meest favoriete paadjes. Het is hier in de Bijl, maar hij bestaat niet meer. Maar ik heb hem ooit gefilmd. Je ziet hier 3 mensen. Die komen rechtstreeks af op een zogenaamd gevorkt exemplaar. Hier beneden met 3 verschillende afslagen. De onderste die gaat gewoon naar de flat. De middelste naar de parkeerplaats. En de bovenste naar het restaurant. En zo pakt iedereen weer individuele terreinwinst ten einde onnodige inspanning te vermijden. En zo moet het. Hè. Als u, ja, het maakt eigenlijk niet uit. Het is gewoon menselijk instinctief gedrag om altijd die kortste weg van A naar B te ambiëren, of u met de benenwagen bent of met de gewone wagen. Het is altijd gewoon van A naar B. Dit soort voorbeelden zie je ook vaak. Slagboom, groenstrook ernaast. Werkt totaal niet als je met de tractor bent. Het is altijd eigenlijk, dit is een subcategorie binnen het olifantenpaadjes thema. Dit is namelijk het olifantenpaadje, die ziet u hier. Maar naast het fietsvertragend hekwerkje. Nou, dat is echt dé manier voor veel gemeenten om de fietsterreur te bestrijden die onze voetpaden teisteren. Ik zag ook iemand van de Fietsersbond hier in de zaal. Misschien kan die opheldering geven zo dadelijk. Het is toch echt, niemand gaat even kijken van de gemeente of er niet een groenstrook van 10 meter naast ligt. Het is denk ik na de oerknal het grootste mysterie wat ooit op deze aardkloot heeft plaatsgevonden. Dat heel Nederland vol ligt met dit soort hekjes die nergens werken. Ja, dit is in de gemeente Heemskerk. Daar heeft iemand gedacht van, ik pak van die diamantkarpaaltjes dat ik maatwerk kan verrichten richting de sloot. En dan ook nog het olifantenpaadje zelf kan blokkeren. Nou, hier gaat dus van alles fout. En het is eigenlijk, ik hoef het eigenlijk alleen maar op de meest stomzinnige manier vast te leggen. En het gaat creatief weer goed. Dit is een ander onderwerp. Ja, u heeft John Baldessari net ook al gezien. Dit is zijn meest bekende werk, waarbij hij gewoon stickers over mensen hun gezichten plakt. Daar is hij wereldberoemd mee geworden. Rijk, beroemd, wie wil dat niet? Ik heb ook een keer een publicatie in deze vorm gemaakt. Maar dat was niet het werk van John Baldessari, maar het werk van de Iraanse posterijen. Die hebben eigenlijk, vind ik, een nog veel beter werk gemaakt. Ik zal het even uitleggen. Ik heb een vriend die woont in Iran. En die krijgt elke dag, heeft hij jarenlang gehad, de NRC. En die kreeg hij dan opgestuurd 2 weken later. En dan haalde hij hem zo uit het cellofaantje. En dan bladerde hij en dan zaten ineens van die blauwe stickervellen over de foto's.
En wat bleek, er zitten dus mensen op de posterijen, die openen die krant, die gaan helemaal doorspitten op zoek naar beelden met ingrediënten op foto's die niet geschikt zijn voor de ogen van de inwoners van de Islamitische Republiek. En die gaan ze dan heel aardig met een stickervel, met een liniaal, met een schaar, gaan ze alleen dat stukje afplakken wat dus onwenselijk is. En ja, dan krijg je dus dit soort prachtige dingen. Ik heb een keer een publicatie van gemaakt. Hier is iemand aan het demonstreren. Maar wat hier zo'n prachtig fout gaat, is dan Pamela Anderson met Hans Klok, waarbij Pamela Anderson zo daar en daar wordt gecensureerd. Dit is een foto van Spencer Tunick. Allemaal naakte mensen, maar dan missen ze net deze. Dat vind ik ook... ja. Echt heel wonderlijk. Hier wordt de profeet Mohammed beledigd. Nou, dat gaat helemaal natuurlijk. En ja, hier zie je de ronde van Stiphout. Dat is een wielerwedstrijd. Maar je ziet dus de oud-winnaar Floyd Landis, zie je dus recht in het decolleté van de ronde miskijken. Maar wij kunnen niet zien of dat wel echt de juiste kijkrichting was van Floyd Landis op dat moment. En daarmee denk ik van hier gaat het vreselijk fout. Want die foto's worden alleen maar spannender doordat je ze juist weer afplakt. Juist die kortsluiting die het dan geeft, dat vond ik een hele interessante. Ja, in Nederland gebeurt dat ook. Dit is een serie die een andere foto, een huisarts naar mij opstuurde. Die verzamelt plaatjes van mensen die hun tent willen verkopen, maar er zelf niet op willen. Dat gaat eigenlijk een beetje ook op zijn job al de service. Hè. Er gaan, maar ook dingen op wonderlijke manieren worden er afgeplakt. Hier wil ik even mee besluiten. Dit is een serie die ik heb gemaakt. Eigenlijk een verzameling van mij. Dit is, het begon ook in Iran, want ik ging daar een keer op vakantie en toen was ik mijn onderbroeken vergeten. Toen dacht ik van ik koop gewoon mijn favoriete merk op de markt. En toen trok ik het aan. Ik denk van er staat geen niet Calvin Klein, maar er staat Galvin Klein met een G. En een jaar later was ik in Oekraïne en toen kocht ik Calvin Klein. En dacht ik van, dit is een bepaald fenomeen. Dit is hier zie je Calvin Klein. Heb ik eigenlijk al die onderbroeken verzameld. Die ik dan, dit is in Bangkok, Calvin Klein. Die zit ook echt heel lekker, Calvin Klein. Die zou ik, Maar ik heb op een gegeven moment heb ik er zelf een onderbroekenbrochure van gemaakt. Dit is Calvin Keen. Dus ik heb al die onderbroeken verzameld. Volgens een onderbroekenmodel zo bereid gevonden om ze allemaal aan te trekken. En die gefotografeerd. En dan had ik, ik had een onderbroekenbrochure gemaakt die ik Calvin Klein de Dyslexic Collection heb genoemd. Waarbij het heel duidelijk was dat, zo zat hier een beetje uit. Dus hier zie je alle steden waar ik de onderbroek heb gekocht. En dan een Lonely Planet-achtige beschrijving waar ik dat voor 10 cent heb gekocht. Natuurlijk van Chinese fabrikanten die zo ver mogelijk van een mogelijke copyright claim wilden blijven. Maar nog steeds in dat commerciële aura van de halve mannelijke wereldbevolking. Die denken dat met de naam Calvin Klein op de broekband, dat ze een aantrekkelijkere hapje zijn voor de andere partij. Nou, dat vond ik echt een fascinerende gedachte, dat waar iets fout gaat, ook weer iets goed gaat. Het leukste van die onderbroekenbrochure, de dochter van Calvin Klein, hiermee wil ik even besluiten, Fleur, die heeft ooit gezegd van, ik vind het echt fantastisch dat ik een vader heb die zo groot is geworden in de mode-industrie. Maar elke keer dat ik op het punt sta, op het moment suprême, dat ik dat ik met een jongen naar bed wil gaan, dan moet ik altijd tegen de naam van mijn vader aankijken. Dus doet hij dat gedachte-experiment zelf ook even. Dit zijn toch mijn favoriete fouten van eigenlijk mijn hele carrière. Dus dank u wel. Nou, ik heb hier erg om moeten... Grinneke is zelfs een beetje te klein voor hiervoor. Ik heb echt redelijk gevouwen gelegen daarvoor aan. Ik weet niet of je me zag. Zijn er nog vragen uit de zaal? Alles was helder. Kijk, daar is een vraag. Ja. Ik zag daar een heel voorzichtige vinger. Als ik je goed begrijp, zijn er helemaal geen foute foto's? Nee. Dus de dingen die mij fout zijn aangeleerd, die heb ik eigenlijk omhelst. En vervolgens is het reflecteren geblazen op de fouten die de mensheid... maakt. En dan heb je eigenlijk een eindeloze praktijk. Dat klopt. Ja. Nee, echt foute foto's, die bestaan niet. Nee. Er is mij ooit verteld dat als je een fout één keer maakt, dan is het een fout. Maar als je hem dan blijft herhalen, dan heb je inderdaad een patroon en een methode. En dan kan je daar inderdaad heel beroemd mee worden. Ja. Ja. In de improvisatie schijnt dat ook een tactiek te zijn. Ja. En een tweede vraag nog. Uh,
Oh, wacht even, dan kunnen de mensen thuis het ook horen. Gaan de gemeentes die hekjes verwijderen? Ja, er zijn tal van methoden van veel gemeenten die schenenbrekers of hier als hekwerk bellen. Die hekjes zijn nog steeds een hele populaire methode. Ja, ja, ja. Wordt vaak omheen gebouwd weer. Eerst een hekje, dan weer een hekje, dan nog. Ja, ja, ja. Volgend project. Ja. Enorm bedankt. Fleur. Ja. En om een beetje in het thema te blijven, er is niet zoiets als fout. Onze laatste spreker van vanavond, Cynthia Liem, is zowel pianist als universitair hoofddocent in de kunstmatige intelligentie. En zij zal ons vertellen waarom fouten niet alleen niet echt fouten zijn, maar waarom we ze eigenlijk ook nodig hebben. Dankjewel. Ik begrijp dat er achter de schermen een laptopwissel heeft plaatsgevonden. Dus laten we even kijken of mijn presentatie daar langskomt. Ja, daar is hij. Eens kijken ook of al de video's die ik u ga laten zien nu niet meer schokken. Dus, er was die aankondiging. 3 wetenschappers en 1 kunstenaar. Ik zou liever zeggen 2,5 wetenschapper en 1,5 kunstenaar. Ik ben dus ook pianist, concertpianist opgeleid aan het Conservatorium van Den Haag. Niet ver van de KBK. En vanuit dat perspectief, als klassiek muzikus, word je opgeleid als een interpreet van een compositie. Iemand schrijft muziek op, jij voert het uit. En in de esthetiek daarvan wordt vaak erg gestuurd op zo precies mogelijk de partituur volgen. Dat wordt ons meegegeven. Doe wat de componist heeft bedoeld en doe dat zo precies mogelijk. En dat is een reden voor heel veel podiumangst. Dus nu wordt het even spannend. Nu ga ik naar mijn eerstvolgende video. Ja. I'm gonna screw up, Norman. I know it. Congratulations. The whole place is packed. Ladies and gentlemen, Tom Selznick. Get back on stage. De trailer van een film, Grand Piano, een thriller over een pianist die wordt bedreigd door iemand die zegt, speel een foute noot en je gaat eraan. Gelukkig was dat natuurlijk op het conservatorium niet zomaar de angst die ik bij mijn collega's zag, had er wel mee te maken. De angst om het toch niet goed te doen, om een fout te maken en had je het dan een keer mis, dan was dat het einde van de wereld. En als gevolg denk ik dat dat wel het ideaalbeeld van een goede muzikus heeft veranderd. Het ging heel erg over virtuositeit, de noten goed uitvoeren, snel en dan zoveel mogelijk raken en dat heel gecontroleerd doen, een beetje zoals hier. Oh, daar zat wel geluid onder. Ja. Hartstikke goede muzikus, heel gecontroleerd, maar heel gecontroleerd. En wat ik me altijd heb afgevraagd, en dan zet ik ook meteen weer die datawetenschap, die AI-hoed van mezelf op. Waar zit de informatie? Waar zitten de gegevens? Wat is het criterium? Gaat het er hier echt om dat je zo precies mogelijk die noten raakt? Dat vraag ik me af. Want als je hoort wat er precies in die noten staat, of wat een mens zou doen, dan hoor je een verschil. Ik denk dat u het verschil hoort. En dat is waarneembaar. Dit is niet vage artistieke vrijheid. Dit is gewoon ook een audiosignaal. Dus dat heb ik heel interessant gevonden. Als wetenschapper ook, datawetenschapper. Hoe zit dat? Wat is goed? Wat is verkeerd? Als iets er goed uitziet, is dat voldoende? Vaak denk ik niet. En ik ben dus ook veel bezig met deze vraag. Doet mijn AI-systeem wel wat ik bedoel? En hoe vinden wij dat? Vaak in de AI-wereld handelen wij op basis van data. En in de simpele vorm ziet dat er zo uit. Je verzamelt data, digitale meetgegevens, die worden verwerkt. Daar hangen bepaalde labeltjes aan van wat het weergeeft. Dat probeer je te trainen op grond van de statistische eigenschappen die je daar ziet. Je optimaliseert je model en dat gebruik je in een toepassing. Meestal focussen mijn technische collega's hier.
op, er is al data, we gaan daar iets mee doen, we gaan daar iets mee voorspellen. En daarbij kijken we graag op deze manier naar de wereld. Als datapunten in een ruimte die je mooi kan visualiseren. En in dit geval hebben wij twee klassen, een rode en een blauwe. En er zijn drie mogelijke uitkomsten van die klassen, verschillende verdelingen. Dit zijn theoretische verdelingen. Maar wat die weergeven is dat hier rechts bijvoorbeeld je te maken hebt met een situatie met twee categorieën die je makkelijk kunt separeren. Ik kan er eigenlijk een rechte lijn doorheen trekken. Dat is in deze gevallen lastiger. Collega's die werken aan statistisch leren, machine learning, machine leren, die werken aan dat soort technieken. Stel dat je dus gegevens hebt, je weet welke labeltjes erbij horen. Hoe ga ik dan zodanig ermee om dat ik die gegevens uit elkaar kan halen? En sommige van die methoden die trekken rechte lijnen. Dat gaat dus bij die onderste wat beter dan daarboven. En die linker bijvoorbeeld, die kijkt naar de rechtstreekse omgeving. En welke buren, wat de labels van de nabije buren zijn. En dan krijg je van die hele grillige besluitslijnen. Maar dat zijn dus geen rechte lijnen meer. Dus dat gaat beter bij die twee voorbeelden daarboven. Dat is hoe wij vaak kijken naar succes. Dat noemen we accuracy in het Engels. Zo goed mogelijk voorspellen wat je al in je gegevens had. Maar waar gaat het werkelijk om? Toch ook over wat die data nou precies weergeven. Wat die toepassing ook is. En dat zie je al meteen als je het hebt over voorspellingen, maar misschien het iets complexer maakt. Stel dat ik een database van honden ga aanleggen. En ik wil kijken welke hond ik voor me heb. Dan ga ik allemaal foto's van honden maken. Die geef ik allemaal labeltjes. Nou, en hier heb ik meer dan 100 verschillende klassen. Die hebben allemaal een labeltje erbij ook. Hoe geef ik dat weer? Hoe weet ik wat de waarheid is? Meestal moet je dat dan aan mensen vragen. En meestal vragen we iets heel simpels. Is er een mopshond in dit plaatje? Ja, die is er. Oké, dus dan krijgt hij het labeltje mopshond. Hoe geef je dat weer? Op een manier die een machine kan begrijpen. Nou, ik kan daar een class ID, een nummer, een woord aan koppelen, maar dat is best ingewikkeld voor een computer. Dus meestal geven we dat simpeler weer op zo'n manier. Een mopshond is een pug in het Engels. Die krijgt een eentje, dat is aan. En de andere mogelijke klassen, daar zetten we een nulletje in. Die zijn namelijk niet voorgekomen. En het voordeel daarvan is dat of de class ID daarvan 254 of 3 is, maakt niet uit. Verschillende objecten zijn dan even ver uit elkaar wiskundig gezien. En het hoeven ook niet alleen maar honden te zijn. ImageNet is een bekende grote dataset waar we 1000 verschillende objecten van alles en nog wat in hebben. Dus je zou die hond ook tussen een kasteel en een paraplu en een dinosaurus en allemaal andere dingen kunnen zetten. En je hoeft hier niks aan te veranderen. Dus dat gebruiken we en daar gaan we mee trainen. Maar wat zegt dit? Wat encodeert dit? Wat wil je ermee doen? En daar wordt het interessant. Stel dat je bijvoorbeeld dit plaatje door een aantal bekende beeldherkenningstechnieken heen haalt, dan zijn die allemaal vrij overtuigd dat daar een kasteel zit. En dat is correct. De tweede mogelijke klasse die deze modellen zien is een monastery, een klooster. Ja, dat zou ook eigenlijk wel kunnen. Maar kijk eens naar de kansverdeling, de waarschijnlijkheid van een object. Die modellen zijn enorm getraind om naar die 1 en de 0 voor de rest te gaan. Want dat was precies het voorbeeld wat we ze gaven. Dus die modellen proberen zo zeker mogelijk één ding te zien en de rest niet. En waar, oké, dit een kasteel is, dat is correct, is problematischer dat het concept wall, muur, helemaal niet voorkomt. Waarom? Die modellen zijn op deze manier getraind om muren te herkennen. Door plaatjes van muren te hebben gekregen, maar niet van muren in context. Is dit een probleem? Niet als ik kijk naar accuracy. Als het gaat over ik wil allemaal kasteelplaatjes goed, dat is prima. Maar als ik dit in een zelfrijdende auto stop en ik zeg die auto stop als je een muur tegenkomt, dan heb ik een probleem. Dus vandaar dat het ook heel belangrijk is om te weten dat buiten die voorspelling vaak deze modellen in veel grotere, complexere situaties worden verwerkt. En dan is de vraag of een correct antwoord wel aangeeft dat je de intelligentie hebt die je verwacht. Misschien kent u het verhaal van Slimme Hans. Meer dan 100 jaar geleden een paard waarvan men dacht dat het kon rekenen. Het kon niet rekenen, het reageerde op de omgeving. De omgeving werd heel enthousiast als het paard bijna bij het goede antwoord was. Heel slim paard, maar het kon niet rekenen. En daarom ook dat methodologisch gezien ik mezelf laat inspireren niet alleen maar door zo vaak mogelijk goed te zijn, maar ook te testen en te toetsen. Te testen, dat komt uit de softwarewereld. Software heeft bugs. Dat is gewoon een feit. We gaan nog steeds wel met systemen verder en we proberen te testen om die bugs te vangen. Want je ziet altijd wel iets over het hoofd. En toetsen komt meer uit de sociale wetenschap.
Als je een concept wil meten, wil je dat meerdere keren vragen. Misschien ook op verschillende manieren. Als ik een student ook een toets geef, wil ik niet dat die student uit het hoofd dezelfde antwoorden gaat herhalen die ik ooit heb aangeboden. Ik wil daar ook nog iets meer weten of die persoon wel echt snapt wat ik had willen overdragen. En dat raakt ook aan het concept van falsificeerbaarheid. Je wil ook eigenlijk het tegendeel proberen op te zoeken, je tegenvoorbeelden proberen te vinden. En ook validiteit, van meet ik wat ik denk dat ik meet. En als een persoon die dus tussen disciplines in zit, is het hier superbelangrijk om te begrijpen wat de rol is van menselijke interpretatie. En ook alle aannames daaromheen. Dat is belangrijk, ook in verantwoorde toepassingen. Er was bijvoorbeeld een heel omstreden werk een paar jaar terug van collega's die beweerden dat ze foto's konden, op grond van de foto konden voorspellen of iemand een crimineel was of niet. Hoe hebben ze dat gedaan? Ze hadden een dataset, de criminelen, dat het waren mugshots, foto's uit de gevangenis. De niet-criminelen waren professionele headshots, business pictures. Nou, onomstreden kan je die twee klassen uit elkaar houden. Waarom? Als ik in de gevangenis zit en iemand maakt een foto van me, dan kijk ik een stuk minder blij dan als ik voor een professionele headshot kom, ten eerste. Je draagt ook andere kleding. Dus er is echt wel verschillen tussen die twee klassen, maar om te beweren dat je daar criminaliteit mee kan herkennen, dat gaat veel te ver. Maar er is wel een statistisch patroon. En dat geldt ook voor een van de grootste problemen die we recent maatschappelijk hebben gezien, het toeslagenschandaal. Afgelopen jaar had ik de eer en verantwoordelijkheid om de eerste technische commentator te zijn op het risicoclassificatiemodel dat daar werd gebruikt. En wat je daarin zag, was dat men probeerde om op grond van data onrechtmatigheid te detecteren in dossiers. Onrechtmatigheden waren fouten die in dossiers zijn gemaakt. Dat hoeft nog niet met opzet te zijn gebeurd. Je kan een vergissing hebben gemaakt. Het kabinet is gevallen over die tweede nationaliteit. We hebben mensen geselecteerd op basis van wetende dat ze ook ergens anders vandaan kwamen. Maar het punt is, belastingformulieren zijn super complex. Als Nederlands niet je eerste taal is, kan ik me goed voorstellen dat je daadwerkelijk misschien meer vergissingen in zo'n formulier maakt. Net zoals als je persoonlijk in een moeilijke situatie zit, je afgeleid bent en dan ook misschien fouten gaat maken. Dus in principe dat er mogelijk onrechtmatigheden waren, was niet fundamenteel verkeerd. Alleen had de Belastingdienst zijn dienstverlening te moeten aanpassen, in plaats van dat ze de handhaving achter deze mensen aanstuurden. Dus ook hier in de discussie van hoe dit verwerkt wordt, zie je dat het datapatroon alleen echt nog in context geïnterpreteerd moet worden. En je dan heel goed moet bedenken wat je daarmee doet. En dat zie je ook qua representatie van wereldbeelden. Dit is een pizza, dit is een bruidspaar. En als je beelden traint op basis van, laat ik zeggen, Amerikaanse social media, zullen dit waarschijnlijk pizza's en bruiden en bruidegommen zijn. Als je kijkt naar de rest van de wereld, zijn er genoeg mensen die zouden beweren dat die pizza en dat bruidspaar authentieke versies zijn van dit soort concepten. Die worden niet altijd meegenomen. Daar moeten we ons ook heel bewust van zijn. En dat vind ik ook belangrijk als een technoloog die eigenlijk niet eens zo erg uit die meetkant kwam, maar oorspronkelijk eigenlijk vooral geïnteresseerd was in het vinden van informatie in grote collecties. Eigenlijk ik als muzikus het vinden van nieuw repertoire om te spelen. We hebben nu zoveel aanbod op het internet dat ons digitale informatielandschap veel te groot is. We kunnen niet meer alle mogelijke video's of opnames ter wereld gaan bekijken één voor één. We hebben inderdaad hulp nodig, we hebben technologie nodig, aanbevelingsalgoritmes die onze aandacht op dat wat voor ons relevant is, zal helpen richten. Het gevaar is echter dat dit nu meestal is waar andere mensen ook al naar keken. En dat dit, als de ene kant relevant is, het logisch complement irrelevant zou zijn. Dus dat ook heel vaak wiskundig als een fout wordt geëncodeerd of iets wat je liever niet wil, want je weet niet hoe mensen erop reageren. Dat is gevaarlijk, denk ik. Ook als ik denk aan het concept van verworven smaak, met eten, dat is vaak iets wat je de eerste keer helemaal niks vindt, maar waar je later op terugkomt en het vervolgens wel gaat waarderen. Ook als het gaat over de richting waar je heen wil gaan, we hebben nu heel gericht zoeken en aanbevelen. Je weet precies van dit is iets waar je zeker op gaat klikken. Terwijl, en dat zagen we ook al in het vorige praatje een beetje, je misschien ook door toeval wil laten verrassen. Door de dingen waarvan je niet had gedacht dat die er waren. En dit is een van mijn favoriete boekwinkels in Londen. Een totaal ongeorganiseerde kelder vol tweedehands bladmuziek. Hier staat alleen maar piano op de kast. Je hebt geen idee wat erin zit. Maar elke keer als ik er ben, dan gaaf ik daar toch graag een paar uren en kom ik eigenlijk altijd wel met iets leuks terug. Dus daarmee wil ik weer teruggaan naar die podiumkant. Wil ik u een voorbeeld laten zien ook van muzici
die hier ook heel erg mee spelen. Die proberen om niet alleen maar de standaard Mozart te spelen, bijvoorbeeld, maar daar ook andere richting aan te geven. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat gaat nog de hele tijd door. Dit zijn Igudesman en Jewel, een violist en een pianist. En die staan bekend om hun komische sketches op het internet over klassieke muziek. Maar ze zijn zo grappig om een reden. Somehow society tends to oppress that incredible imagination. But we've managed to keep a little bit of that. A little bit? That keeps us fresh and creative. And what we want to do is to try and reignite the childlike imagination that all of us have within us. We found that one of the problems with the musician, especially in the classical field, is that we are very stuck physically. This actually affects the sound production, the playing, the whole aura actually of the performer. The challenge that a classical musician faces is that the nature of the music is a recreative one. Whereas, let's say, jazz is spontaneous. Whereas classical music, you have a score with precise details. And what happens as a result often is that we get stuck literally on the page. And that affects our sound, it affects everything, because we become very often just stifled. And actually, music is a very free and living art. It breathes. Ja, dus ik heb die workshops van hen gezien en ze zitten echt dus aan die kinderen te schudden. Ze laten hen allemaal dingen doen waarvan ze denken, waarom doen we dit? Ik ga het helemaal verkeerd doen. En juist dan wordt de muziek beter. En ik denk dat dat een hele goede les voor ons is. Ook als ik als wetenschapper spreek, we spreken nu over anders erkennen en waarderen. We weten wat tot nu toe het recept voor een goede wetenschapper was. We vragen ons af of dat het enige plaatje is. En ook hier denk ik dat we niet te bang moeten zijn om ook daar buiten de noten te kijken. En te kijken wat er omheen zit. En dat is niet totaal vaag in het luchtledige. We hebben toch vaak een goede radar voor wat het dan is. En daarmee zou ik willen afronden. Dank u wel. Een mooie wijze les om de avond mee af te sluiten. Zijn er nog vragen? Ik zie daar een meneer. Ja, aan de hand van een ontwerp van een kruising voorspellen hoe vaak daar ongelukken gebeuren? Ik ben geen stedenbouwplanoloog, zeg maar. Iemand die dat ver, ja. Dus ik zou dat niet kunnen vanuit domeinexpertise. Ik denk dat je, als je veel voorbeelden hebt daarvan, je dat wel zou kunnen inschatten. Maar ook dat daar veel verschillende factoren zullen spelen. Het ontwerp van de kruising, maar ook hoe de mensen zich gedragen. Weer bijvoorbeeld kijkend naar die olifantenpaadjesdiscussie. Ja. Hoe mensen zich gedragen en hoe die kruising ontworpen wordt. Absoluut. Dus dat is juist het probleem. Dus dat ontwerp zal zeker uitnodigen tot bepaald gedrag. En inderdaad, zou je dat misschien ook kunnen monitoren als je dat wil. Opnieuw, dat is niet een domein waar ik in heb gewerkt, maar dat zou wellicht mogelijk zijn. Ben je door je onderzoek anders gaan musiceren? Dat is een hele goede vraag. Ja, nou, het is samengegaan. Dus mijn onderzoek raakte geïnteresseerd in die collecties. Omdat, zoals ik zei, ik nieuw repertoire wou zoeken. En omdat ik niet alleen Beethoven wou spelen. Ik vind Beethoven heel mooi, maar er zijn zoveel honderden jaren aan geschiedenis. En ik zag dat de wereld digitaal werd. En ik dacht, nou, daar moet toch meer te vinden zijn dan alleen maar die ene Beethoven die we elke keer weer spelen. Dus ik wou dat beter kunnen bevragen. En ik zag als gebruiker dat daar heel weinig voor was. Die archieven waren ongeordend en er was geen groot publiek op. Dus daar kwam die interesse wel vandaan. En ik denk dat eigenlijk juist vooral die artistieke identiteit heel erg mijn kritiek bijna op de datawereld heeft gevormd, maar tegelijkertijd ook wel constructief maakte. Want
Ik wist wat ik daarna eruit zou willen hebben. Ik denk als wetenschapper, ja, wat ik daarvan misschien meeneem in de muziek, is misschien juist een wat relaxter beeld van wat je al niet kan meten. Juist als we spreken over fouten. Ik had een hekel eraan om mijn eigen opnames terug te horen. Want ik wist elke seconde wat ik deed en wat allemaal niet ging zoals ik plande. En tegelijkertijd, als je dan met mensen praat, hebben die dat totaal niet door. Die hebben gewoon een mooie avond gehad. En daar ook leren loslaten van wat zit er wel of niet in die data. Kan ik het zien, kan ik het niet zien. Maar ook als ik het niet kan zien, is het misschien gewoon oké en zegt het meer over mezelf. Dat is vooral wat ik denk ik op dat kruispunt heb geleerd. Ja. Dat is prachtig. Misschien is er nog tijd. Ik kijk even de moderator aan. Is er nog tijd voor enige discussie? Dan zou ik nu ook het publiek willen uitnodigen als u nog een vraag heeft aan een van de andere sprekers. Iedereen heeft twee vragen gehad, dus mag dat ook. Dus er is nog enige tijd. Als iemand nog een prangende vraag heeft, wees niet bang om fouten te maken. Oké. Okay. Een vraag van de meneer van de geschiedenis. Ja, Han. Zag die meneer Swammerdam in die microscoop in dat eitje echt die vlinder zitten? Als je met een microscoop kijkt. Nou, dat is een goede vraag. Dat kon hij niet zien. Maar hij zag steeds wel in de latere fase, de fase daarna al opgerold liggen. Dus ze dacht, nou, als ik dan nog een fase terug ga, dan zal dat ook wel zo zijn. En als ik een betere microscoop had gehad, dan had ik dat gezien. Dus hij kon dat nog niet zien. Maar op grond van wat hij wel kon zien, verwachtte hij dan van, nou ja, dat ik dat niet kan zien, komt gewoon doordat mijn microscoop nog niet goed genoeg is. Oké. Zo kom je altijd uit. Ja. U, meneer. We wachten weer even op de microfoon. Ja, deze. Een vraag voor Ellen de Bruin. Overigens prachtige lezingen, dus dank daarvoor. Ik vroeg me af hoe het zit met gokken en het maken van fouten. Daar zit je. Ja. Ja. Ja, daar wordt ook heel veel onderzoek naar gedaan. Een gok is natuurlijk een onzekere omgeving, dus je weet niet wat goed of fout is. En wat we dan zien is dat je afhankelijk bent van feedback. Dus het voorbeeld wat we deden met dat taakje, daar is alle kennis is beschikbaar. Dus je weet precies wat je moet doen, wat goed is en wat fout. En dan kun je op het moment dat je op de knop drukt, kan het systeem, kunnen je hersenen dus ook al heel snel die fout detecteren. Als je nog niet alle kennis hebt, dan moet je dus wachten totdat je informatie krijgt of iets goed of fout was. Ik merkte dat ik ging gokken. Dat ik dacht, volgens mij gaat die nu wel komen, niet komen, wel komen. Ja, dus ik ja. was eigenlijk meer vooruit aan het werken dan ja. puur te reageren. Ja, en dat zie je dus ook in die reactietijden terug. Dus mensen gaan anticiperen, want ze zitten de hele tijd, krijgen ze die ootjes. Je wordt steeds sneller en sneller en dan opeens komt er zo'n X. En dan heb je eigenlijk je actie al ingezet. Maar je visuele systeem is nog steeds bezig met het verwerken van die stimulus. Dus op een gegeven moment komt die informatie samen en weet, is het dus duidelijk dat het een fout was. Ja. Is daarachter nog een. Ja, ik heb een vraag voor de heer Adriaanse. U sprak over de 17e eeuw en de invloed van de kerk was daar natuurlijk nadrukkelijk aanwezig. Kun je nou achteraf zeggen dat ze het fout hadden, of was dat gewoon de stand van de huidige kennis en de invloed van de omgeving die ervoor zorgde dat dat de kijkwijze was? Je kunt zeggen dat ze het fout hadden in die zin dat hun theorie niet waar is gebleken. Maar ja, wat mij zo aantrekt in die periode bijvoorbeeld, is dat niet iedere onware uitspraak ook een domme uitspraak is. Er kunnen vaak redenen zijn, goede redenen die iemand op dat pad gezet hebben. Dus ja, je kan zeggen het was een fout. Maar gegeven de beschikbare fouten, gegeven de beschikbare informatie, een begrijpelijke fout. Eentje die niet uit de lucht komt vallen, inderdaad. Ja, maar
Daarmee raak je dus aan kennisontwikkeling. Want in feite, zeker als je het wetenschapsfilosofisch benadert, is elk paradigma achteraf een fout paradigma geweest als er een nieuw paradigma is gekomen die het tegendeel heeft bewezen. Dus in die zin zou je beter kunnen spreken van kennisontwikkeling in plaats van een gemaakte fout in het verleden. Ja. Nee, daar heb ik wel sympathie voor. Want die diagnose fout, ja, die stel je achteraf. Wat je die mensen ziet doen is gewoon roeien met de riemen die ze hebben. Zoals wij dat ook doen natuurlijk. Ja. Ja. Hoe zitten wij in de tijd? Ik stel voor dat wij een drankje gaan drinken. Dan, als u verder geen vragen wil ik u allen zeer vriendelijk bedanken om te komen voor uw komst. Ik vond het een heel leuke avond. Ik heb zelf heel veel geleerd. Ik wil de sprekers zo meteen vragen om nog even naar ons toe te komen. We hebben een klein bedankje voor ze. En verder kunt u ze nog even de oren van het hoofd vragen tijdens het borrel als u dat wilt. Dus dank u wel.